na de afscheid van die veteranen, dan komen we weer een stap verder. Want iedereen dacht, David van der Graaf zet een punt achter zijn carrière voetbal. Maar je bleef bij de voetbal betrokken. Alleen, jij ging een hele andere functie bekleden. En dat was scheidsrechter. Ja, dat had ik zelf eigenlijk nooit gedacht. Maar doordat het veteranenteam, ja, waar ik toen in speelde, geen bondscheidsrechter aangewezen kreeg. Nee. Omdat er veel te kort aan bondscheidsrechters waren. Dus toen is het eigenlijk voor mij een beetje gaan rollen in de vorm van het veteranenteam leiden. Maar dat wilde ik eigenlijk niet alleen, want dan ben je om de 14 dagen sta je voor de groep, ja, en dat werkt eigenlijk niet. Dus er moest ook iemand anders nog eens een keer een fluiterhand nemen. Ja. En dat is, toen hebben we met z'n drie hebben we de zaken opgepakt als arbiter, en wel Jan Brommer heeft het toen opgenomen en Gerard van Tende en ik. En dus, ging dat toen nog onder het motto WHC of onder het motto KNVB? Gewoon WHC. We waren dus club scheidsrechters. Ja. Ik had dus de cursus nog niet gevolgd. Maar doordat het toch op de een of andere manier de feeling zo was, dat er dus steeds meer interesse in het vak als scheidsrechter bij mij opkwam, ja, om dus toch wat actiever te worden in, ja, het vak als scheidsrechter. Dus het was niet alleen WHC wat ik wedstrijden leidde, nee, maar het steeds meer. Hè? Het steeds meer. Iedereen die kreeg daar lucht van. Ja. En onder andere de straat Tegelboys. Ja. En ik zal het nooit vergeten wie ik daar opgevolgd heb. En dat was Gijt Brouwer uit Hattemerbroek. Ja. Die floot toen altijd de wedstrijden bij de STB. En daar was ik eigenlijk de opvolger van, want die kreeg dan met respect gesproken toch een bepaalde leeftijd. Dat hij zei van, ik heb het wel gezien. Ja. En ik was nog vrij jong, laat ik het zo zeggen. Niet zo jong meer, nee, maar nee, toch. En daar heb ik dus ook wedstrijden gaan leiden. En toen onder andere bij de Brink Boys. Op de Brink. Daar bestond ook een voetbalvereniging. Ja. Onder leiding van Kees van Hoenen, de postbode. Gepensioneerde postbode. En zijn ouders die woonden daar ook. Dus dat was een heel gezellig sportveldje daar, om, ja, daar dus ook wedstrijden te mogen leiden. Dus die kwamen er dan ook nog bij. Ja, en toen is het toch eigenlijk zo'n beetje eind jaren 70. Ik heb dus tijdens mijn voetbalcarrière, ja, heb ik ook al regelmatig gefloten. Ja, ja. En ook gevoetbald dus. Tot het moment daar kwam, ik was toen 41, 42 jaar. En ik denk, ja, het zou niet verkeerd zijn om toch wat meer feeling te krijgen omtrent de spelregels. Ja. Want de spelregels, ja, die moet je hanteren bij het voetbalspelletje natuurlijk, anders dan gaat het niet goed. Nee, nee. Dan krijg je tegengas. Dus ik ben toen de cursus gaan volgen in Zwolle. En we kwamen toen op met 42 kandidaten, dus dat was een hele bus ja, vol. Een hele partij. Hele partij, dus die de cursus onder andere Teus van Hattem, misschien, ja, dat u die ook nog wel kent. Ja, zeker, absoluut. Ja, die ook heel ook wat jaren actief geweest. Ja, en, ja, nog steeds als, ja, dus docent, ja, en rapporteur-begeleider. Maar die was er toen ook op die cursus en toen zijn we met z'n allen dus op examen gegaan. En uiteraard kom je er allemaal door als je er wat voor over hebt. Ja, ja. Dus heel die club die is naar de KNVB overgegaan, onder andere ik ook. Ja. Dus het ene moment, op het andere moment heb ik toen afscheid genomen van het voetballen. En daar staat hij nog steeds. Ja, ja. En ik ben dus scheidsrechter geworden bij de KNVB. In het seizoen 1981-82. Ja. En kun jij die eerste wedstrijd nou herinneren dat je zeker als scheidsrechter begon? Die staat hierbovenin nog helemaal vers gegeven. Ja, dat was de wedstrijd in Kampen. Wij begonnen dus in de afdeling Zwolle heel laag, ja, in groep 5, er waren 5 groepen. En dan moest je via je prestaties proberen op te werken, ja, naar die groep 1 in de afdeling. Promotie. Ja, en daar kreeg je dus je rapportage van. Ja. En dat was Dos Kampen 6, Emmeloord 4. En dat was op 19 september 1981, dus bij de aanvang van het seizoen, ja, 81-82. Dos Kampen 6 en Emmeloord 4 en de uitslag was 2-3.
Wat voor gevoel had jij in de eerste instantie? Het was heel moeilijk. Ondanks dat ik een behoorlijke aanloop had, hier in de regio, ja, was het toch tandenknassend voor mij op weg naar Doskampen toe. Ja, en dat is eigenlijk de vuurdoop, want die mensen die weten alles beter als de man in het zwart. Ja, ja. Daar heb je mee te maken. Ja. En als je daar niet tegen kan, dan denk ik dat je gouden fluit in de Noordzee hoort. Maar door mijn motivatie, gedrevenheid, conditie, ben ik daar doorheen gekomen. Niet alleen door die eerste wedstrijd, maar er volgden er natuurlijk nog veel meer. Ja, ja. Waar hij dus toch een beetje met een bepaald gevoel naartoe ging. Maar ook het plezier, hè? Dat je eraan beleeft. Ja. Ik kreeg in de jaren, in die groep 5, kreeg ik regelmatig rapporteurs bij me. Die dus mij gingen beoordelen. Ja. En het mooie daarvan was, achteraf, dat waren uitstekende rapporten. Mag ik gerust trots op staan. Ja. Want ik heb hier de ordners liggen. En daar zitten ze allemaal nog in. Ik kan u precies laten lezen en laten zien wat voor cijfer ik van die mensen kreeg. Ja, ja. En dat loog er niet om. Nee. Dus dat, dat ging door tot het seizoen. En promotie, dat zat er gewoon dik in. Ja. Dus ik ging van groep 4 naar, of van groep 5 naar groep 4. En dat motiveerde natuurlijk enorm om toch door te gaan. Totdat ik in het seizoen daarop een dubbele promotie maken. Nou, dan, dat is helemaal geweldig om dat mee te maken. Ja. Dus ik ging gelijk van groep 4 met een winterstop ook nog weer een promotie naar groep 2 toe. En dan kom je bij de elftallen. En dan wordt het leuk. Niks ten nadele van die reserve elftallen, maar dan kom je toch bij de standaard derde klas en tweede klas terecht in de afdeling. Ja. En dan, dan... Dat is heel wat anders, hè? Dan wordt het smullen geblazen. Ja. Maar ja, mijn leeftijd ging wel door. En er zat een addertje onder het gras. Je had de grote bond, de KNVB, en de onderafdelingen. Ja. Je had 12 afdelingen in Nederland, onder andere de afdeling Zwolle. En op 47-jarige leeftijd moesten de scheidsrechters, die moesten terug vanuit de grote bond naar de afdeling. Nou, dat was voor veel jongens natuurlijk een enorme teleurstelling. Ja, een klap, hè? Want die waren in de kracht van de leven, bij wijze van spreken, en die moesten terug. Ja. Tegenwoordig is dat anders, maar daar komen we straks nog wel even op. En ik was toen inmiddels 46 jaar, 45, 46, en ik zat in groep 1, of groep 2. En groep 1, dat zijn eigenlijk de jongens die moeten het gaan maken voor de grote bond. Daar had ik in principe niks te zoeken. Nee. En toch had ik zo'n goed jaar gehad in die groep 2, dat de commissie in Zwolle besloten had om mij toch naar groep 1 te doen. Ondanks dat ik daar niks te zoeken had. Nee. Maar door het resultaat van de rapporten in groep 2, brachten ze mij dus naar groep 1. En dan kom je in de eerste klas onderafdeling en dan mag je ook wedstrijden fluiten in de reserve, derde klas van de KNVB. Ja. Dus dat was een grandioos jaar voor mij in die groep 1. En ik kreeg ook weer uitstekende rapporten. Mag ik gerust trots op zijn. Maar toen. Toen kwam er een grote teleurstelling voor mij. En dat was? Wij werden met alle, met respect gesproken, wat oudere scheidsrechters naar Zwolle geroepen. Ja. En dan noem ik man en paard Herman Jongman. Die kan u waarschijnlijk ook nog wel. Uit Westernolte. Een top scheidsrechter geweest vroeger in de KNVB. Wel eens van gehoord, maar zo kennen hem. Geweldige man. Paul Kweekman uit het Harde, Geert Vrieling uit Nieuw-Leuzen en noem ze maar op allemaal. Allemaal met de gedachte van, oh jee, er gebeurt wat met ons. Die mensen hadden allemaal de KNVB gehaald en die waren weer teruggekomen naar de afdeling. Maar ik als 46-jarig op dat moment moest ook, via een brief, werd ik uitgenodigd naar Zwolle te komen. Ja. Wat gebeurde er toen? Toen ben ik enorm geschrokken. Ook in de afdeling ging men leeftijdsgroepen instellen. Ja. Men ging terug van 5 groepen naar 4 groepen. Groep A, groep B, groep 2 en groep 3. Ja. En door mijn leeftijd werd ik gelijk terug
twee groepen teruggezet. Ik moest gelijk terug naar groep 2. Nou, dat deed me geweldig zeer. Dat was ook schrikken gebleven. Dat was erg schrikken voor mij. Dan heb ik eigenlijk nog een heel hoogtepunt. En dat gebeurde dus bij Overus. Ja. Daarboven voor de schoorsteners. Ja, kijk dat ik is daar logisch, ja. En ik kreeg 's middags uit de finale te fluiten. Dus dit is ook een heel, heel waardevol geschenk van Overus. Dus waar ik ook erg trots op ben. In verband met mijn 1000ste keer dat ik dus mijn tas inpakte. Ja. Bij het Overus Veteranentoernooi. Wat ook heel leuk is, en die pak ik zeker even. Dan laat ik de kijkers even zien. Dat is dit klokje. En dit klokje heeft voor jou een hele bijzondere betekenis en een belevenis. Want ja, wat is er gebeurd tijdens een wedstrijd? Ik spiek even. Dat was de wedstrijd, een beslissingwedstrijd om het kampioenschap van Zwolse Boys B1 tegen Epe B1. Ja. Bij WZC op het sportpark De Monnikenbosch. Ja. Daar werd ik voor aangewezen. En ik ga er naartoe. Heel veel volk vanuit Epe. Ja. Met toeters en bellen en vuurwerk en rookbommen en noem maar op. Heel de Sandemerkraan. En ik ga die wedstrijd beginnen. Heel spannend. Perfect voetbal. En de wedstrijd die eindigde in 2-1 voor Epe. Dus die werd kampioen. Dus het feest werd nog groter als vooraf. Ja. En tijdens de wedstrijd. En ik ben me gaan douchen. En tijdens mijn terugtocht naar boven toe om de administratie af te wikkelen in de bestuurskamer, word ik aangehouden door een aantal mensen uit Epe. Omdat ik door die kantine moest naar de bestuurskamer. Ja. En een van die mensen die scheidsrechter, mag ik u wat vragen? Ja, uiteraard. Als dat in de goede zin van het woord gaat. Waarom niet? Ik sta iedereen te woord. Vriendelijkheid, dat is alles. Nou, hij zegt, scheidsrechter, zo en zo. Hij zegt, we hebben zo'n beetje u geobserveerd wat de tijd betreft. En u hebt 5 minuten bijgetrokken in de eerste helft. En zelfs 7 minuten in de tweede helft. Ja. Dus ja, daar heb ik wel een verklaring voor in de vorm van spelerswisselingen. Ja. Dat moet bij mij correct gebeuren. Blessures, een bal ver weggetrapt, enzovoort, enzovoort. Dus ik kwam op die tijd kwam ik uit. Ja. Keurig, niks op aan te merken. Dus ik denk, nou, dat is mijn verhaal. Maar wat schetst mijn verbazing? Die man die had dit horloge om, zoals dat ik hem nu om. Ja. En hij doet hem af. Hij zegt, scheidsrechter, deze horloge is voor u, met mijn vraag in het vervolg niet zo lang tijd meer bij te trekken. In de goede zin weer. Ja. Dus de humor zag ik er wel van. Ja, ja. Ja, dan dat is geweldig. Geweldig. Dus deze horloge heb ik toen gekregen. Ja. En tot heden ten dagen werk ik dan. En zo zijn er nog zoveel dingen gebeurd. Ja. Hoogtepunten bijvoorbeeld. 3 keer een uitnodiging gekregen om assistent scheidsrechter te zijn bij de wedstrijd het Veluwe elftal tegen Feyenoord in Elburg. Ja. De jubileumwedstrijd Overus tegen Feyenoord. En als derde hier bij WSC tegen Feyenoord. En ik heb daar 1 van de 3 foto's staan. En die hangt tegen u gezegd en gezwegen op mijn slaapkamer. En iedere dag of iedere avond als ik ga slapen, dan zie ik die foto. En als ik wakker word, dan zie ik hem ook weer. En die andere ook. Ja. Dus dat zijn prachtige dingen. Ja. Maar jij hebt ook heel veel natuurlijk bijgedragen aan, zoals het Berend Elzeman toernooi, heeft jaren bestaan ook. Hè? Ja. Op een gegeven moment, toen ben ik daar ook ingerold. Omdat ze dus ook daar weer lucht van kregen dat ik veel assistent scheidsrechter was. Ja. En toen werd ik daar ook uitgenodigd om dus mijn dienst te verleden als assistent scheidsrechter bij het Berend Elzeman toernooi. Dat heb ik 20 jaar gedaan. Waarvan 10 jaar heb ik in de toernooicommissie gewerkt. Ja. En de portefeuille als scheidsrechterszaak had ik toen. Dus dat was een aantal wedstrijden bemannen met trio's. Ja. Waarvan dus eigenlijk altijd de vaste mensen dus inzetbaar waren.
En toen op een gegeven moment, dat was een beetje een teleurstelling voor me, toen kreeg ik een brief van Bert Schipper, de toenmalige voorzitter, ja, en de toernooicommissie ondertekend, dat men dus verder ging met clubgrensrechters. Dus wij waren op dat moment overbodig, de KNVB-jongens. Wat erge teleurstelling voor mij, want ik had er inmiddels 19 jaar op zitten en ik denk, die 20ste, ja, die moet ik halen. Dat knaagt aan mij, ja, om dat te halen. Ja. Dus ik heb een brief geschreven aan de burgemeester van Oosterwolde. En maar een paar noemen, dat hoeven uiteraard niet. Nee. Dat weet iedereen wel. Iedereen bekend, ja. Want die was voorzitter van de toernooicommissie, dus daar deed ik veel zaken mee. Ja. En wij verstonden elkaar voortreffelijk. En daar heb ik een brief aan geschreven dat ik dolgraag de 20ste vol wou willen maken. En dat is gehonoreerd met een schrijven dat ik dus de 20ste keer om de derde en de vierde plaats WVF tegen VSO als afscheid, ja, bij het Berend Elsman uitgenodigd werd. En toen ben ik op een geweldige manier gehuldigd, die 20ste. En als blijk van waardering kreeg ik natuurlijk de nodige bloemen. Ja. En daar ben ik zo trots op. De zwart-gele bal van de Canaries. Ja. En die staat ook bij mij boven te pronken, waar ik dus heel veel uitzicht op heeft. Dat ik denk, ja, dat heb je toch wel weer bereikt. Ja. En dat was dus het Berend Elsman toernooi. Wat jij ook natuurlijk vaak wel kreeg, want als je bijdraagt aan evenementen zoals voetbaltoernooien en dat soort zaken, heb je van heel veel elftallen, kreeg je faantjes en dat soort dingen. Ja. Zijn er bepaalde faantjes die er bij jou uitspringen dat je zegt, nou die zal ik zeker heel snel voor de dag halen? Ik heb hier het lijstje van het aantal toernooien wat ik dus geleid heb en dat zijn er 239. Ja, zijn er heel wat, hè? Dat zijn er heel wat. Ja. En bij al die toernooien was ik een ritselaar wat vaantjes betreft. Zowel internationaal als nationaal. Ja. En ik heb vanmiddag, want ik bewaar ze angstvallig in een doos dat ze niet verkleuren of verwateren of verweren. Dus tig internationale vaantjes. En er springen er uiteraard drie uit. Ja. En één van die vaantjes, dat was het Chinese amateurelftal dat hier in Nederland was. En dan moet je maar vergeten, gegeven wat erop staat. Ja, want ik zou het niet weten. Het staat niet zo in het Hollands erin. Maar van mij van onschatbare waarde, ja, die heb ik toen ook geritseld. Ik mocht toen assisteren bij de wedstrijd van Ovius tegen het Chinese amateurelftal. Ja, ja. Dus die sprong er geweldig uit voor mij. Dan heb ik er hier een. Dat is een vaantje. En dat is de datum geweest, 27-3-2013. En dat was de wedstrijd, die heb ik geleid. PEC Zwolle, C1, tegen een Japans team. Ja. En dat Japanse team, dat was hier in Nederland. En dat ging dus met de paasdagen spelen in Epe bij het Mark Overmars toernooi. Oh, ja. Dus die wilde toen nog graag een keer spelen. Ja. En toen op uitnodiging van PEC Zwolle hebben ze dus in het stadion gespeeld en ook daar heb ik dus een vaantje van gekregen. Ja. Wat erg mooi was. Nou, hier heb ik er ook nog een uit Japan. En dat is een wedstrijd geweest, die kreeg ik ter 11 uur aangeboden bij OZC in Ommen. Er was ook een Japans team, Tochigi, als ik het goed zeg. Ja. En die speelde daar ook tegen een selectieteam. En OZC, daar had ik ook een verschrikkelijke goede band mee in Ommen. Ja. En die belde mij op of dat ik die wedstrijd wilde leiden. Maar ook dus met het genoegen dat ik dus een vaantje gekregen heb. Ja. En het aantal vaantjes wat ik dus in de doos heb zitten, dat is ook voor mij van onschatbare waarde. Dat zijn er over de 300. Alsjeblieft. Dat zijn er heel wat, hè? Over de 300. Ja. Ja. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal geweldige hoogtepunten. Maar je hebt natuurlijk nog veel meer. Want ja, ik heb er nog één, want het houdt natuurlijk niet op bij deze. Nee, een nieuwe uitdaging ja, dus weer. Er was een scheidsrechter van de marine en van de luchtmacht en de landmacht. Ja. En ik was van de landmacht. Alleen het vervelende was, en dat was nog even knijpen voor me, de prinses Margrietgezellen, die was landmachtkampioen geworden.
En ik was ook te werk gesteld in de Margrietkazerne. Ja, dus inderdaad. Dat hing nog even. Ja. Maar er is geen enkel probleem geweest. Nee. Alleen ik mocht de landmacht, dus in dit geval de Margrietkazerne, niet leiden. We kregen allemaal ene wedstrijd. En ik kreeg de wedstrijd de marine tegen de luchtmacht. Ja. Nou, ik zal het je vertellen, Evert. Ik kom eraan, hoor. Alle toeters en bellen die waren daar vertegenwoordigd. 3 muziekskorpsen. Ja. En alle sterren en balken, wat er maar in Nederland rondliep, dat was daar. Dus dat was een verschrikkelijke mooie dag voor mij. Ja. En ook komt het mooiste. De laatste wedstrijd was de luchtmacht tegen de marine. En de rest was al gespeeld. En door die uitslag werd de landmacht nationaal militair kampioen. Want dat werd een gelijk spel namelijk. Ja, ja. En toen werd de landmacht kampioen. Dus ik had een geweldige voldoening daar. En dat bracht mij dus als aandenken, dit schild op, ben ik erg trots op. Ja. Met dus aan de achterzijde nationale militaire kampioenschappen, Vliegbasis Twente, 6 november 1986. Ja. Dus inmiddels alweer heel wat jaren geleden. Ja. Een geweldige voldoening voor me. Ja. En er stond dan... Iedereen moest naar voren komen. Dus die werden bedankt voor de bewezen dienst. En ja, daar was het klaar mee. Nou, 9 van de 10 die zeggen, ik stop ermee. Ik ga met mijn vrouw leuke dingen doen. Maar bij mij het woord stoppen stond nog niet in mijn woordenboek. Nee, nee. Tot ik eigenlijk alleen naar voren geroepen werd door de voorzitter van District Oost. Ja. En die vertelde dus in het algemeen mijn carrière. Dus die kreeg veel bijval, want het is natuurlijk, ik moet goed onder ogen nemen dat dit geen uitzondering is wat ik hier opgeschreven heb. Nee. Maar ik heb het opgeschreven en 999 van de 1000, die hebben niks opgeschreven. Nee, helemaal niks. Maar die hebben misschien wel meer jaren gefloten en meer wedstrijden achter de kiezen. Ja. Maar ik heb hier het bewijs liggen dat ik vanavond bij gezondheid voor de 2100ste en 26e keer mijn tas ingepakken voor de wedstrijd bij Ovios. Die heb ik gisteren van Henk Scheffel toevallig telefonisch gekregen. Ja. Ovios C1 tegen Blackpool uit Engeland. Ja. Een jeugdteam die hier op vakantie zijn. Dan moet je fluiten, hè? Vanavond. Ja. Ja. Dus die komt er weer bij. Ja. Maar terugvallende op die avond in Batman. En dat vind ik erg mooi. Ik zal het nooit vergeten. En ik zal hem er toch even bij pakken, als ik zo vrij mag zijn. Nee, ik pak hem. Nou, ik heb er ik werd namelijk naar voren geroepen. Ja, nou loop je er tussenin, dat is niet goed. Ja, nee. Ik werd naar voren geroepen. En ten eerste werd mij dus de gouden speld opgespeld. Hier heb ik hem, in het klein. Die ik eigenlijk nog niet verdiend had. Nee. Plus op de oorkonde. Dus voor mij onschatbaar waar, want ik had er op dat moment helemaal geen recht op. Want dan moet je namelijk 40 jaar fluiten. Ja, in dienst weer. Maar ze maakten gewoon een uitzondering van mij. Ja. Ja, dan moet je een traantje wegpikken. Dat je dat krijgt dus. En daarom zeg ik, dat was een dag met 2 gezichten. Ja. En ik ben toen... Wat voor finale heb je dan? We gaan eerst richting 75. Ja. En dat is bij gezondheid op 21 juni aanstaande. Ja. En leg me nog wat te wachten. Dit seizoen is voor mij nog niet afgelopen. Ik heb al gezegd vanavond pak ik mijn tas nog in. Dan moet je ernaar van. Zaterdag heb ik een toernooi. Ik heb nog het Ovios Veteranen toernooi waar ik heel, heel erg naar uitkijk. Ja. Dan heb ik nog een avondtoernooi hier bij WSC. En ja, dan zal het zachtjes aan. Oh nee. Wacht even. Ja. Er zit nog een nabrander. Op 14 juli heb ik een uitnodiging gekregen voor een militair toernooi in Havelte. Dus. 14 juli. Ja. En dan kun je er nog weer aan. En dan schiet het alweer zo op naar augustus en dan beginnen de bekerwedstrijden weer. Dan gaat het zo weer van begin af aan. Heb jij nog een wens op het papier dat je zegt van, dat wil ik toch tot slot kwijt? Ja, ik wil. Want je hebt heel wat uren... Als scheidsrechter verweer, denk ik zo. Ik heb gisteren dus mijn Heb je alle balans opgemaakt? Ja, mijn werk heb ik gedaan gisteravond. Ja. En dat betekent dat dus tot
afgelopen zaterdag de teller stond op 2125. Dat dus de keren dat ik mijn tas ingepakt heb. Ja. En dat is onderverdeeld in 700 competitiewedstrijden. 765 vriendschappelijke wedstrijden. 314 keer heb ik de vlag mogen hanteren bij diverse grote evenementen. Ja. Ja. 239 toernooien. De teller staat op 95 bekerwedstrijden. En inmiddels dus zaal toernooien 12 stuks. Ja. Dat brengt dat dus totaal op 21-25. En dat heb ik herleid. En dat brengt mij dus op 191.250 minuten. Ja. Dat is heel wat. Dat is heel wat. Als je dat bij elkaar optelt. En dat brengt mij op 3187,5 uur. Ja. 133 dagen. En in weken is het bijna 19 weken aaneengesloten. Ik hoop dat er nog heel veel uren en weken bij komen, David. Ik heb al verteld, iedere wedstrijd is voor mij een finale. Ja. Dat realiseer ik me heel goed. Maar het komende seizoen, 2014-2015, hoop ik weer te mogen beginnen. Heel goed. En daar sluiten wij mee af. Bedankt. Voor de gastvrijheid van deze middag, die we even lekker bij je komen om terug te blikken naar je carrière, wat je allemaal hebt beleefd. En hebben we toch mooi de hoogtepunten er allemaal uit kunnen halen. En dat is heel belangrijk voor jou en natuurlijk ook voor de kijkers die straks dit zullen bekijken. En die wensen wij ook heel veel plezier. Ene nabrander nog. Doe dat. Zoals gebruikelijk. Ja. Ik heb al verteld, 15 november 1964 ben ik begonnen met de voetballerij. Ja. En als je daar nou 50 jaar bij optelt, en dan geef ik u te raden waar we dan uitkomen. En dan? 15 november 1964. En als je er dan 50 bij optelt, ja, waar komen we dan uit? Dan moet je heel snel tellen. Nou, ik weet het wel. Ja. En daar kijk ik met heel veel spanning enzovoort naar uit. Ja. 15 november 2014. Dat brengt mij een halve eeuw in de voetbalsport. Mooie woorden. Ben u dat met me eens? Ja, ja. 50 jaar. Ik hoop het te beleven. En te halen. En te halen.